Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. Vandaag gaan we een seminar doen en ik heb geen idee wat dat is, maar we gaan het proberen. Seth is supergoed hierin en Hanneman is goed en Manuela is goed en Alois is ook goed. Ik ben zelf eigenlijk de enige die niet echt goed is. Dus ik ben benieuwd, wat is de bedoeling? Milan is ready to begin the seminar. Oké, ik ben benieuwd wat er moet gebeuren. Ik moet in ieder geval een seminar geven aan al... Oh, dat zijn een beetje weinig mensen die de seminar volgen. Oh. Oké. Motivation is in ieder geval increased. Oh, dat is het enige wat ik moest doen. Oké. It's Mercedes' birthday. Ja hoor. Dat doen we wel. Oeh, wat is er? De 30ste. Ik ben benieuwd. Hey Teach, glad you can make it. We've been waiting on you. Ja. It seems the knights have our foes cornered. They are in Xanadu, the Red Canyon. Oh, ik zie nou dat die het geluid nog that even niet like opneemt. Real night work. Let's get to it. En ik weet al hoe dat komt. To the test as well. We have to win so Captain Gerald can see how much I've learned. Dat is beter. Even if I go, it's not like I'd be of any use. Oh, zij is echt vermoeiend. Don't work together and give it our all. We are doomed to fail. Inderdaad. Pretty intense sometimes, Lysithia. But I agree. Let's do our best. Goed zo. If we fight half as well as we chatter, we'll be fine. Come on, Teach. Lead the way. Okay, let's go. Volgens mij gaan we vechten. Voor de mensen die dit voor het eerst kijken, dit is een redelijk casual playthrough. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik doe maar wat. Dat is eigenlijk het idee van dit hele... Het hele idee, zeg maar, van dit spel. Of van deze let's play, zeg maar. Ik doe maar wat. Red Canyon Dominance. Ik denk dat we die gaan doen. Even kijken of ik deze battle in één keer kan winnen. Ah, oké. Okay. Red Canyon Dominance, White Clouds, Chapter 2, Familiar Scenery. So, we are taking children into battle, are we? I am not certain yeah. I will be able to sleep soundly after beholding something like that. I shall allow you to turn back the hands of time. But no, this power is not infinite. Okay. Divine Pulse? Wat is dat nou weer dan? Okay. Units. Ah, iedereen vecht. Dat is in ieder geval heel nice. Laten we dan maar beginnen. Defeat the enemy commander. Okay. Dus we hoeven alleen maar de commander te verslaan om de battle te winnen. Duidelijk. So this is the Red Canyon. Doesn't look red to me. Anyway, let's get things started, Teach. Looks like the thieves have been driven back. That's what we last heard, so no surprise there. The knights chased us all the way here. Ach, kost als weer. Chief, let's get out of here. There's no way we can win against them. Shut your dumb mouth. Where would we go at this point? You can't be a thief if you fear death. Player face. I hear there's a back. We may be able to corner the enemy by approaching from both sides. Oh. In any case, we need to cross the bridge first. I'll leave the details to you, Teach. Dat is een goeie. Ik denk dat het handig is om allemaal te regroupen of bij elkaar te gaan staan. Ready anytime. I stand ready. Au, wat een bitches dat ze wachten. We moeten ze luren, even kijken. Als we hem nou eens hier neerzetten om ze te luren. Ja, kijk, hij lurt. Kijk, dat was de bedoeling en hij miste ook nog, dat is top. Kijk. Stay focused.
no hesitation. Ooh, een crit. Nice. That is that. En level 6. Such power dwells within. Impressive. Hoe gaan we deze bitch killen? Ik wil hem sowieso even van afstand beschieten. Ja. Beam. Beam. Kijk, ook level 6 voor Ignat. Dan wil ik... Als het goed is, killt hij hem nou, dus dan krijg ik geen damage. Kijk. Onze Wolverine Raphael. En level 3. Nice. Skill level up. Nice. This is my first real fight. I guess I'm pretty strong. Leave it to me. Oké. Who, me? Oh, zij kan daar nog niet staan. Ik kan hem wel in de bosjes zetten. Ja, ik denk dat we hem hier stoppen. Kijk, hun komen vanzelf deze kant op. Nu moeten ze eigenlijk proberen te luren. Dus als ik met hem gewoon hier ga staan. Oh. En dan sluiten we ze gewoon allemaal aan. Ready and willing. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. Oké. Kijk, die bitches komen al deze kant op. Hij gaat vechten, denk ik. Ja, dat heb ik al. Oeh, hij raakte best veel. Dat is wel zonde. Ha, missed it. Hij heeft wel een long range. Als ik met hem nou hem ga aan proberen te vallen, ja. Beam. Dan kan ik met hem aanvallen. Should have trained better. Ja. Dan hebben we nog. Hij is natuurlijk ook long range. Of. Beam. Oké. En dan kan ik met hem afmaken. Ja. Oh, een crit. Nice. You're relentless. Oh, dat gaat net niet lukken. Oké. Wat zullen we doen? We kunnen hem hier naartoe lopen, ja. Yeah. Die kunnen we daar naartoe lopen, ja. Yeah. Ah, ik laat hem wel gewoon aansluiten. Oh, die kunnen we nog wel aanvallen. Maar ik wacht er even mee. Oeh, ik ben Listeria kwijt. Dat was waarschijnlijk niet heel handig gespeeld voor mij. Deze thief geeft loot. En yo, hier is een kist. Oh, daar heb ik een key voor nodig. Maar hij zal de key al hebben, denk ik. Ik wil eigenlijk door gaan lopen. Oh ja, hij moet dood. Wacht. Kan hij dood? Ja, hij kan dood. As expected.
Hey, my battalion is leveled up, okay. Zo. Alles maar aan, gewoon aan laten sluiten. Hij kan daar niet staan. Wie kan daar wel staan? Hij kan daar staan. Oké, wacht. Als we die nou hier in de bosjes zetten. Die daar neerzetten. Die daar neerzetten. Die daar neerzetten. Oké. Niks van jou bij. Wat joh, wat is dit? Oh, miss. Aha. Oké. Oeh, did we feel damage? Nice. Beam. Beam. Over, geloof ik. Oké. Hem beschermen. Dus we gaan hier die hier neerzetten. We gaan hem laten killen. Zo. Naturally. Naturally. Skill level up. Lekker. Mastery at last. It is a noble's duty to guard the welfare of the people. Weten we hier die is al geweest. Goddess, protect me. Oh, er staat hier nog een kut. Kan die bitch in één keer dood? Oh, dat is niet handig. Oké. Okay. Ja, hun kunnen er nog niet bij komen, denk ik. Oké. Okay. Laten we hem hier naartoe lopen.
wachten we hier. Kanaka. Oh, daar, ja, je kon de HP wel zien, oké. Oh, je, zo kan je het nog ook zien trouwens. Ik heb die witch nou daarvoor aangezet, maar dat is natuurlijk helemaal niet slim, bedenk ik me nu, want die gaat zo meteen dood. Maar dat is dan maar zo. Ja, dat dacht ik wel. Oh, miss. Nice. Ik heb er zelfs HP bij gekregen. Chest. Nice. Oké. Okay. Nou, laten we maar voor hun gaan. Ik denk dat hij het belangrijkste is om ons eerst te killen. Beam. 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 Oké. Beam. Oké. That's the golden deer for you. Hey, level 5 voor Claude. I'm not done yet. Hey. Nice. We were taken by surprise last time, but deze moet natuurlijk ook dood. Welke had deze had magische poeder. Maar dat was er toch nog één. Nou, die is zeker al dood. You better be careful. Ja, dat dacht ik al. En als ik diep. Ah, kijk. Each battle a chance to grow. Nice. Oh. Oh. Oh, dat kan op anderen. Oh, dat is wel handig. Nice. Okay, top. Miss boost. Weer miss. Lekker ignat. Hoe gaan we hem afschieten? Waarom kan ik niet met hem bewegen? Dat is irritant. Oké. Nou, Hilda doet een yell voor haarzelf. Lekker, Hilda. Wacht, zij kan van afstand hem. Oké, dat kan dus niet. Oké, hij zou eventueel die kant op kunnen lopen. Ja, doe dit maar. Leonie is level 2, die witch die vorige keer zo onaardig tegen mij deed. Ha, miss. Beam. It's not luck, it's fate. Oh. Let's go. Oh, we zijn weer. Nice. Ja, we gaan gewoon rechts maar. Hè? Even
kijken hoe ver hij kan komen. Sowieso niet zo ver. Dus hem kunnen we sowieso wel hier neerzetten. Oh, mezelf kan ik hier neerzetten. Klad kan ik hier neerzetten. Ignat, mijn mattie. Oké, ik mag nog een keer. Prima. Even kijken hoe ver ik met iedereen kan komen. Moet ze toch gaan luren, dus maakt niet uit. Hier kunnen ze niet bij. Oké, dan zetten ze hier neer. Wacht. Dan gaan ze wel zo neerzetten dat ze er niet bij kunnen. Fuck, bij Leonie kunnen ze wel. Nou ja. Dan heeft Leonie maar pech. Nu komen ze toch wel. Ja, ik wou zeggen. Oh. Oké, nice. Lekker Rafael, level 4. Haar kan ik beter niet vooraan laten staan. Miss, ha. Oké. Cloud. Hier. En nog een keer. Oh, hij schiet terug. Dat is niet eerlijk. That's the golden deer for you. Oké. Ik kan hem ook gewoon raken. Of niet Cloud, dit is Ignatz. Kan ik erbij? Oh, ik kan er net niet bij. Dat is zonde. Oeh, ik kan er wel... Oh, attack.
En als ik fire doe, doe dat maar. Fire! Yes. Oké, nou, Ignat, maak jij het maar af. Green. Lekker. Ignat, level 7, ja. I'm sorry, I didn't have a choice. Those thieves ran out of luck when they entered this canyon. They never had a chance. Your leadership was amazing, Teach. Let's leave the rest of this work to the knights. Stage complete. Red Canyon Dominance. En Raphael was de MVP. En dat betekent dat wij hier de aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag weer de volgende aflevering. Adios, amigos.